wit filament. Ik heb een klein beeldje van een puppy. Ik dacht, hier is wel mooi in het wit. En er zit een kleine hoeveelheid wit filament bij. Ik heb besteld. Bij de printer zat ook nog wat. We zullen kijken of die er wat van weet te maken. Dit filament wel duidelijk te zien als het wit is op de zwarte achtergrond. Ga ik vanuit. Ik zie er nog niks van. Ja, nee, dat zie je een stuk duidelijker. We hebben ze ook al gezien, wordt het wel een behoorlijke pup ook. Ik hoop dat ik genoeg filament heb. Ja, dat is wel hartstikke duidelijk, hè. Een ijsbeer. Ja, bij de bovenkant van het kopje moet nog zo te zien, hè. En ik heb nog filament over, maar niet zoveel. Dit is de puppy. Het steuntje zit nog onder zijn kin. Maar het lijkt wel een beetje op een ijsbeer, hoor. Ik hoop niet dat hij dat scheldpartij vindt. Het gezicht, wat het is, dat moet gezegd kunnen worden. Hij is wel mooi. Wit is inderdaad veel mooier. Dat is wel duidelijk. Zo ziet hij er dus uit zonder kinsteun. We zijn weer een paar dagen verder na het witte, even één dag verder na het witte hondje. Maar ik heb alweer heel wat meer ervaring op gedaan. Allereerst kwam ik erachter dat waarschijnlijk is het, of eigenlijk wel zeker, de G-code bestanden. Dus het zijn de printerbestanden die je naar de printer toe doet om ze het om te laten printen. Die zijn waarschijnlijk, die op de site staan van de fabrikant, die zijn waarschijnlijk voor verschillende printertypes. En dan resulteert er dus in dat dingen niet op de goede afmeting geprint worden. Dit bijvoorbeeld, het had zeker 3 keer zo groot moeten zijn. Hier kun je je bril aan ophangen, zoals het haakje is zo slap dat het niet eens gelukt is. En ja, je kunt er dus niks mee, het ding is gewoon veel te klein. Kijk, dit is het opzetten van een USB-stick, het is niks. Het is te licht, het is niet sterk genoeg. En andere, dat was waar ik me wel een beetje op verheugd had, dat is een bakje waar je penlight batterijen in kunt doen. Dat leek erg mooi. Maar ja, die penlight die zou hier dus in moeten passen. En de mini penlight hierin, maar dat past bij lange na niet. En dit was een G-code bestand. Ik heb ook een, ook, dezezelfde blijkt ook als
3D-bestand op de site staan. En dan kun je dus met het programma De Slicer, waar ik sinds vandaag mee kan omgaan, kun je hem omzetten naar een printbestand. En dan kloppen de afbeeldingen, of de afmetingen, die kloppen dan wel. Het enige is, het ding is dan te groot voor het bed van de printer. En soms kun je zo'n ding dan nog liggend printen, dan lukt het wel, dan past hij wel binnen de afmetingen. Maar bij deze gaat dat niet, die past er hoe dan ook niet op. En kun je dus vergeten, die kan ik niet printen, kan ik niet maken. Een andere die ik wel heel leuk vind, waar heb ik dat hier? Ja, dat moet ik even zoeken. Dat is deze. Geprint uit 3 onderdelen, dus in 3 keer. Kijk, en die doet het dus echt als schroefpen. En hij is al behoorlijk sterk ook, dus dat is niet gek, die is echt bruikbaar. Ik weet niet of die op de bedoelde afmeting is, maar in ieder geval op een bruikbare afmeting. En ja, ik ben nog wat meer dingen bezig hier, als je nog met iets aan het printen. Laat ik wel zien dat het klaar is. Wat me opvalt is dat er bij die 3D-bestanden heel veel dingen zitten die eigenlijk een soort bouwpakket zijn. Waar soms 15, soms 20, soms veel meer onderdelen zijn, die je allemaal afzonderlijk moet printen. En dan uiteindelijk tot één geheel in elkaar kunt zetten. Dus, en we gaan het eens proberen. Ik heb ook het witte filament binnengekregen vandaag. Ik heb nog niet uitgepakt of er nou wit in zit, maar ik ga er vanuit. Als dat zo is, dan ga ik vanaf nu groter deel wit printen. En een paar dingen ga ik combineren met wit doen. Daar is dit er één van. Die bestaan uit 2 onderdelen. En die combineer ik gewoon in de ene helft print ik zwart en de andere helft print ik wit. Dus je benieuwd.